De 500 meter gaat 17-3. Leiding in handen van Lotus Centaur. Lucina daarachter wacht op ruimte aan de buitenkant Liberty Star. Ook aan de buitenzijde Levi Europort. Lancomboco zit vast, want die krijgt nu ook nog naast zich Linda's Dream. Compact veldje gaat de laatste bocht door. Inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. En nog altijd leidt Lotus Centaur. Lotus Centaur vandaag met een headpole en hij gaat heel makkelijk die bochten door. Dat was eerder vaak het probleem bij Lotus Centaur. Komt als eerste in de laatste rechte lijn. Lucina gaat nu het gaatje krijgen. En Lucina gaat de aanval nu inzetten op Lotus Centaur. Tenminste, dat zou je denken. Maar Lucina moet eerst nog van de reling af. Daar komt hij niet echt vanaf. Aan de buitenkant komt Levi Europort hard opzetten. 16-6 de tussentijd. Dit is een mooie voorstal PD en Fokker Benedijkstra. Het is Lotus Centaur die wint. Lucina is tweede. En de derde plaats is voor Lancomboco. 16-5 voor de winnaar. En de winnaar is inmiddels ook officieel. Dat is Lotus Centaur met Bas Krewas. Eigenaar Peter Delis en Fokker Benedijkstra hebben zich al gemeld voor tekst en uitleg. Bas, gefeliciteerd. De favoriete sprongen, maar desondanks een hele sterke prestatie. Ja, ik dacht toen hij de kop had. Ik denk als ik 500 meter 20 keer rijd, klopt niemand maar meer. Want kijk, ik loop vorige week al 15 hier natuurlijk. En dan liep je laatste kilometer 14 of zo. Had hij alles gewonnen. Maar je ziet op duinen komt hij niet uit de voeten. Maar hier toch fantastisch, hè? Heb je nog wat gesleuteld of is dat echt gewoon de baan waar wat daar beter past? Nou, ze had al aluminium vlak onder. Ik ben in aluminium paddenstoel gegaan en hij doet nu iets meer lengte. Dus loop ging hier veel beter door de bochten. Het driejarige seizoen kende wat teleurstellingen voor jullie stal, maar dit maakt een hoop goed, denk ik. Ja, dit maakt een hoop goed. Kijk, ik had het begin van het jaar Peter beloofd. Ik denk, hier win ik de Merry Derby mee, maar dat is dus niet gelukt. Maar als ik dit win en nog een goede kans binnen Fokkers TV, zijn we ook blij. En dan gaat ze op rust. Zo voor 2 weken weer een goede kans. Hoop ik wel, ja. Ja. Succes Bas, dat is een mooie opsteker. Ja, zeker. Heel blij mee. Bedankt. En dames en heren, Lotus Centaur is een driejarige bruine merrie van Kaan Holderson uit I'm a Star. Gefokt door Benedijkstra van Stal Centaur in eigendom van Stal PD. Getraind door Bas Krewas en ook gereend door Bas himself in een kilometertijd van 1.16.5. Sierdekens en ereprijzen zijn beschikbaar gesteld door Stichting NDR. En dames en heren, gaat in de handen van de winnaars van de Breeders' Crown L Merries Lotus Centaur met Bas Krewas. Thank you so much, Knucklehead. Thank you, King of the City. Snelle start aan de binnenkant van Leanne Schermer. Galoppade aan de buitenkant van Lana Lobel. Lana Lobel maakt een huppeltje aan de start en Leanne Schermer doet het nu aan kop. Leanne Schermer springt aan kop weg en ook die zal waarschijnlijk de uitschakeling gaan treffen. Paarden gaan de bocht door. Uitgeschakeld nummer 2, galop. Is daar genomen door Lotus Centaur. Lotus Centaur die komt als eerste de rechte lijn aan de overzijde in. En dit is toch een aardige verrassing, aardig tussen aanhalingstekens, want zo aardig is dit niet. We zijn de favoriet en de tweede favoriet kwijt. En het is Lotus Centaur die leidt. Lotus Centaur op de tweede plaats Lucina. De eerste tussentijd komt er ook aan. En die eerste tussentijd wordt nu neergezet in 1.13.2. Derde plek erachter is voor Tom Kooijman. Die rijdt Lancomboco. Uitgeschakeld nummer 1, galop nummer 1. En daar gaat aan de buitenzijde nu deelnemer 3 dik naar voren. Dat is de uitgeschakelde Lana Lobel.
Lana Lobel heeft waarschijnlijk, tenminste Jaap, waarschijnlijk de uitschakeling niet gehoord. En rijdt nog een stukje mee. En zo gaan de paarden de bocht door. Komen zometeen de rechte lijn voor de tribune in. En het is Lotus Centaur die leidt. Nu heeft Jaap het waarschijnlijk wel in de gaten. Anders ga je niet op het midden van de baan rijden. Het is Lotus Centaur die leidt. Lotus Centaur erachter op de tweede plek aan de relingzijde Lucina. Daar komt aan de buitenzijde naar voren Liberty Star. En die komt nu naast Lancomboco. Daarachter volgt Ruud Pols in het tweede spoor. Kan makkelijk volgen met Levi Europort. En daarachter aan de relingzijde ligt dan nog Niels Jongjans met Linda's Dream. Tweede tussentijd 20-6. De eerste kilometer gaat in 1-16 en we gaan de laatste kilometer in. En de leiding blijft in handen van Lotus Centaur. Lotus Centaur. Daarachter op de tweede plek ligt een kanspaard in dit veld. Dat is Lucina. Die was ook kanspaard geweest als de favorieten er nog bij geweest waren. Maar die zijn er niet meer bij. Ligt tweede aan de binnenkant. Derde aan de buitenzijde. Komt ietsje dichterbij Liberty Star. En zo zijn de paarden weer in de rechte lijn overzijde. Lancomboco ligt er mooi in met Tom Kooijman. En het tempo vooraan wordt nog altijd gemaakt door Lotus Centaur. Grebas kijkt over de schouder. Ziet geen favoriet. Want die zijn er niet meer. En zo gaan we de laatste 500 meter opzoeken zometeen. De derde 500 meter gaat 17-3. Leiding in handen van Lotus Centaur. Lucina erachter wacht op ruimte. Aan de buitenkant Liberty Star. Ook aan de buitenzijde Levi Europort. Lancomboco zit vast, want die krijgt nu ook nog naast zich Linda's Dream. Compact veldje gaat de laatste bocht door. Inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. En nog altijd leidt Lotus Centaur. Lotus Centaur vandaag met een headpole en hij gaat heel makkelijk die bochten door. Dat was eerder vaak het probleem bij Lotus Centaur. Komt als eerste in de laatste rechte lijn. Lucina gaat nu het gaatje krijgen. En Lucina gaat de aanval nu inzetten op Lotus Centaur. Tenminste, dat zou je denken. Maar Lucina moet eerst nog van de reling af. Daar komt hij niet echt vanaf. Aan de buitenkant komt Levi Europort hard opzetten. 16-6 de tussentijd. Dit is een mooie voor Stal PD en Fokker Benedijkstra. Het is Lotus Centaur die wint. Lucina is tweede. En de derde plaats is voor Lancomboco. 16-5 voor de winnaar.